Hey, hallo, Erik hier vanuit het prachtige mooie Oostenrijk. In deze video wil ik het met je hebben over controle. Een hardnekkig verschijnsel. Een heel groot probleem in de samenleving, zoals ik er naar kijk, is dat heel veel mensen heel veel controle willen blijven houden. Controle willen blijven uitoefenen op een ander, op de systemen, op bedrijven, organisaties, noem het allemaal maar op. En controle hebben is op zich begrijpelijk. Het is als je iemand niet helemaal kunt vertrouwen, als je iemand voor je hebt werken of als je wil zorgen dat dingen bijvoorbeeld veilig blijven, dan is het goed om af en toe wat controles te hebben, kan ik me voorstellen. Dat je heel even gaat checken van hey, klopt het nog wel? Of bijvoorbeeld, ik ben hier net met een liftje omhoog gegaan en het is hartstikke goed dat er af en toe wordt gecontroleerd of die liftjes nog wel veilig zijn, of de kabels nog wel goed geolied zijn en of de kabels nog wel stevig genoeg zijn. Dus controle is op zich best wel een nuttig, vaak helpend iets. En we zijn daar misschien de afgelopen tijd wel een klein beetje in doorgeslagen. Wat je ziet is dat mensen denken dat ze door middel van controle grip kunnen houden op een ander. En je ziet dat overal, je ziet dat bijvoorbeeld ook in de politiek. Er worden dan door de overheid worden de regeltjes verzonnen om maar te controleren. En als mensen er dan achter komen dat er toch weer iets anders wordt verzonnen waardoor die regeltjes worden omzeild, dan wordt er een nieuw controlesysteem ingevoerd. En zo worden we eigenlijk allemaal maar een beetje monddood gemaakt. Worden we eigenlijk alleen maar steeds meer gedwongen om mee te gaan in datgene wat bedacht is. De plaatjes die bedacht zijn. En dat werkt zo door in alles dat mensen eigenlijk alleen nog maar in een veilige haven denken te zitten die bestaat uit controle. Dat heeft ook tot gevolg dat mensen daardoor eigenlijk helemaal zelf niet meer vertrouwen op hun eigen gevoel. Dat ze alleen maar denken en voelen of merken van hey, zolang ik die ander maar controleer en zolang ik die andere maar klein houd en zolang ik zelf maar probeer grip te houden op de situatie, dan komt het wel goed. Wat je ziet in de tijdperk waar we nu naartoe aan het bewegen zijn, een nieuw tijdperk, en dan zitten we midden in die transitie, is dat een van de belangrijkste dingen is om controle wat meer los te laten. Je hoeft het niet helemaal los te laten en je mag wel eerlijk zijn naar jezelf van goh, doe ik dit nou om de ander te controleren omdat ik de persoon niet vertrouw? Of doe ik het omdat ik zelf bang ben voor iets? Dat ik bang ben om de ander kwijt te raken? Doe ik het omdat ik zelf bang ben om zelf in zo'n situatie terecht te komen? Ben ik die ander aan het controleren omdat ik eigenlijk een bepaalde droom heb die ik zelf hartstikke spannend vind? Zodat om maar niet in mijn eigen oncomfortabele situatie terecht te komen, dat ik daardoor maar ga controleren om het maar recht te houden. Als je dit soort vragen kunt stellen aan jezelf, van doe ik het nou echt omdat het een zinvolle bijdrage heeft? Bijvoorbeeld het controleren van een skiliftje. Nou, dat hoef je zelf niet te doen natuurlijk, maar bij wijze van spreken. Is het echt dienend aan jouw leven? Checken hoeveel geld je op je bankrekening hebt staan. Checken of er nog wel genoeg benzine in de auto zit. Checken of de band van je fiets nog niet leeg is. Dat soort controle. En ga bij jezelf eens wat meer na of jij misschien niet te veel grip probeert te houden op een situatie. Of misschien op een ander. Je partner, een collega, een werknemer. En is dat laatste het geval, dan wil ik je uitnodigen om dat eens wat meer los te laten. Probeer eens met je partner of die ander, je werknemer, je collega in gesprek te gaan. En te zeggen, goh, vind je dat ik je te veel controleer? Of merk je dat ik daar in een bepaalde grip aan het uitoefenen ben? Is het antwoord ja, heb dan daar het gesprek over. Want waar zit die angst dan onder? Waar komt dat dan vandaan? En ik heb ook geleerd en gemerkt dat 95% van de pijn en angsten die we hebben, die worden helemaal niet werkelijkheid. Maar echt 5% van de pijnen die je hebt, dat zijn echte pijnen. En 95% van de pijn en angsten die we hebben, die worden nooit in de werkelijkheid waar. Dus probeer eens wat meer de grip, het controle los te laten. En probeer eens wat meer in het onbekende te stappen. Die unknown is full of love. Als je daar steeds meer op gaat vertrouwen, dan gaat er zoveel meer stress, druk, angst
En dan, ja, dan gaat dat zoveel meer weg en komt er zoveel meer verbinding met jezelf en die ander. En die beweging die mogen we met z'n allen gaan maken. Dat geloof ik heilig. Om daar een hele diepe verankering in te kiezen, namelijk helemaal in het volste vertrouwen te stappen, nodig ik mensen uit om eens te gaan voelen naar de roep van hun hart en de roep van je ziel. Wat zit er nou op het diepste niveau bij jou verankerd in jezelf, die jou uitnodigt om helemaal in je eigen licht te gaan staan? Wie ben jij? Waar kom je vandaan? Wat zijn je passies, je talenten? Waar word je blij van? Waar ben je goed in? Als je daar naar meer naar wil luisteren en daarop durft te vertrouwen dat daar het antwoord ligt, dan noem ik dat de roep van de ziel. En ik heb je onder in de omschrijving, kun je meer kijken, meer informatie vinden over de events die ik ga organiseren, genaamd de roep van de ziel. En in die events, op die events, ga ik samen met jou kijken naar wat is jouw verhaal en waar loop jij dan nog tegenaan? Waarom vind jij de dingen spannend en durf je dat bij jezelf eerlijk aan te kijken? Op het moment dat je namelijk ervaart dat je in een veilige omgeving zit, dat je in een veilige bedding bent, dat je helemaal jezelf kunt zijn, zonder dat er raar naar je gekeken wordt of dat je denkt, oh, ik ben hier een vreemde eend in de bijt. Als je op het moment dat je helemaal voelt van, hey, wauw, ik ben hier met gelijk gestemd en ik voel me veilig. Vanuit die veiligheid ontstaat er heel veel ruimte om ook bij jezelf te gaan voelen van, hey, waar ben ik eigenlijk bang voor? Waar zitten eigenlijk mijn pijnen en mijn angsten? En zijn die eigenlijk wel realistisch? Om vanuit daar de beweging te maken naar, yes, dit is wie ik ben. Dit is waarom ik hier op aarde rondloop. En vanuit daar kun je helemaal vanuit blijdschap, zonder controle, misschien een heel klein beetje, vol vertrouwen je leven gaan leiden. Helemaal in overvloed vanuit liefde, vanuit joy, blijdschap en plezier. Wil je meer weten over mijn event De Roep van de Ziel? Klik dan hieronder voor meer informatie. En hopelijk zien we elkaar dan binnenkort, of in ieder geval snel, bij een van deze mooie events. Heb het goed. Mooie dag vanuit het mooie Oostenrijk. Zeg ik bye bye. Goedendag. Doei.